In 2020 contacteerden een heel aantal telers mij met problemen in hun aubergines. En dat bleek dan eigenlijk te gaan om verticillium. En dat is eigenlijk een vaatgebonden ziekte die veroorzaakt wordt door een schimmel die in de bodem aanwezig is. En naar aanleiding van deze problematiek zijn we eigenlijk in 2021 een project gestart, een CCBT-project, om eigenlijk een aantal rassen met elkaar te vergelijken naar gevoeligheid voor verticillium toe. En ook te kijken of dat enten een meerwaarde kan betekenen om aan die problematiek tegemoet te komen. Verticillium is eigenlijk een schimmel die aanwezig is in de bodem. Die heeft heel veel verschillende waardplanten. En veelal is dat eigenlijk een schimmel die sowieso aanwezig is in de bodem. Maar aubergine is daar een van de vruchtgewassen die daar meest gevoelig aan is, waar je snelst symptomen op gaat zien. Een van de eerste symptomen van verticillium aantasting is eigenlijk gewoon het slap hangen van de bladeren, dus door gebrek aan voldoende druk. De plant hangt slap en daardoor is ze veel gevoeliger aan verbranding en dat zijn dan de typische brandvlekken die je ziet. Dat is hier een mooi voorbeeld van ook relatief in het begin van de symptomen. Dus eigenlijk verkleuringen, lichtgele verkleuringen, die beginnen typisch aan één zijde van het blad ook. En in een later fase wordt dat dan eigenlijk, verdroogt dat dan als gevolg van slapgaan en de zon. Op deze bladeren zie je duidelijk dat eigenlijk vooral één kant van het blad symptomen vertoonde, die dan op dit moment eigenlijk al geleid hebben tot bladverbranding. Die verkleuring kan ook een beetje lijken op magnesiumgebrek, maar het verschil is dat bij magnesiumgebrek ga je dat vooral zien in de onderste bladeren, omdat magnesium een mobiel element is. Terwijl als het door verticillium is, ga je het in alle delen van de plant zien. Dus deze plant heeft het, zoals je ziet, hard te verduren op vlak van verticillium. Dus eigenlijk de onderste bladeren hebben zo goed als geen functie meer. Hoe meer naar boven toe zie je dat die plant het ook echt lastig heeft. De bovenste bladeren zijn nog relatief zoals dat ze zouden moeten zijn. Dus belangrijk bij verticillium is om te weten dat die planten daardoor kunnen groeien. Dat is heel afhankelijk van de weersomstandigheden, hoe goed dat ze daarin gaan slagen. Dus als het eigenlijk heel warm weer is en veel verdamping gevraagd wordt van de plant, dan gaan ze veel meer afzien dan als we een koelere zomer hebben, zoals die dat we dit jaar gehad hebben. Dan is er heel veel kans dat die planten dat overleven. In deze proef hebben we dan eigenlijk de meest geteelde rassen naast elkaar gelegd, zowel in de geënte als de ongeënte variant. Om dan eigenlijk enerzijds te kijken naar verschillen in rasgevoeligheid voor aantasting door verticillium en anderzijds om dan per ras ook te kunnen bekijken wat de meerwaarde van enten is. Dus de productie gaat in detail opgevolgd worden. Dus dan gaan we niet alleen op basis van symptomen die we aan de plant zien, maar ook effectief in opbrengst kunnen bekijken of enten een rendabele meerwaarde is in de totaliteit. Dus dit is een ongeënte plant en dat is dan een geënte plant, waar dat je hier duidelijk het entvlak kunt zien. En dat is ook veel dikker in omtrek dan niet geënt. Dus er zijn al heel duidelijke verschillen in groei tussen de verschillende rassen aubergine. Dus we hebben hier een ongeënte planten die eigenlijk qua gewashoogte een heel stuk lager zijn dan bijvoorbeeld het ras ernaast.